Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 24 september. Leg jezelf op de collecteschaal. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Romeinen 12 vers 1. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. In 2 Korintiërs 8, toen Paulus tegen de gelovigen van Korinthe sprak over hun geven, gaf hij hen het voorbeeld van de gemeente in Macedonië. In vers 5 zei hij: "En zij gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht. Door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer en vervolgens ook aan ons." Dat verwondert mij, want zij gaven niet alleen hun geld, maar ze gaven zichzelf. Ik vraag mij af hoeveel van ons bereid zijn om onze naam op een sticker te schrijven en dit in de collecteschaal te leggen. Romeinen 12 vers 1 zegt dat we onszelf aan God moeten toewijden als een levend offer. Dit betekent leven voor God buiten de kerkelijke gemeente. Het betekent bereid zijn om geld te geven, maar het betekent ook klaarstaan om iedereen die God op jouw pad brengt lief te hebben. Het betekent bereid zijn om alle middelen die je hebt te gebruiken voor zijn koninkrijk. Dus de volgende keer wanneer je in de kerk bent en de collecteschaal passeert, moedig ik je aan om tegen God te zeggen dat je jezelf helemaal geeft aan Hem. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, ik wil alles wat ik heb aan U geven. Ik geef mijzelf aan U als een levend offer. Toon mij hoe U wilt dat ik die middelen gebruik die U mij voor Uw glorie hebt gegeven. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.